bovenkant van de bovenarm bijten. Als het hij wil natuurlijk. Onze pakwerker zal er wel voor zorgen. Politie, kom naar hier. Terug de sommaties. Naar hier, kom, hier is met haar een hond. Goed luisteren. Voilà. Kijk, de hond die bijt in de bovenarm. Het is toch een witte pijn, hè? Je moet er zeker van zijn. Als je zo een vestje niet aan hebt, wel, dat doet pijn. Dat moet er zeker. Nu gaat onze pakwerker een keer. Hij zegt, voilà, de voorkant, maar ik zal mijn achterkant laten zien, daar bijten donden toch niet. Hij is er sterk van overtuigd dat hij niet zal bijten, maar ik denk dat er iets anders zal gebeuren. Terug sommaties, afblijven en de hond vertrekt. Voilà, op de achterzijde, bovenarm. En wat de pakwerker ook doet, met zijn benen zwaaien, zijn benen over de hond. Een hond die zegt, dat zolang dat ik geen bevel krijg van mijn baas om te lossen, dat los ik niet. De hond gaat wachten tot hij het bevel krijgt van zijn baas, om dan pas te vertrekken. En laat hem maar een nozel doen, die zwart manneken. Hij denkt een hond te verjagen, maar ja, ik weet het niet. Ja, de hond vertrekt, hij heeft het bevel nog niet gekregen van zijn baas. Voilà. Ook hier op de bovenarm. Je zag, de hond was iets te vroeg vertrokken. De geleider riep de hond terug. Was geen probleem. Hij wachtte gewoon op het bevel van zijn baas. Om dan pas te vertrekken en met volle goesting in die narm te zitten. Kom dan! Kom hier! Ah, die is er binnen. Aan de voet. Goed. De pakwerker nog allemaal zijn in een toverzak. Zijn een zwarte zakje zitten heeft. Vraag terug de sommaties. De hond blijft liggen. Hij wacht gewoon op een bevel van zijn baas. Voilà, zoals je ziet, de pakwerker doet er zijn been erop. Met de betrachting van de hond te lossen. Maar oh wee. Kom op! Kom hier! En je ziet dat onze hond, die heeft er de volle goesting van, want hij was serieus goed aan het schudden. En dan gaat hij zelf bemerken wat de oplossingen zijn als je samen bent met een hond. De pakwerker zit nog altijd in het voertuig. De ondergeleider komt aan. Nee, blijven. Vervolgens komen de sommaties. Er is een hond, meneer, kom uit het voertuig. Dus wat zijn er aan het doen? Komt uit het voertuig. Laatste verwittiging, komt eruit. Laatste verwittiging. Oh, ja, wat? Dus de hond gaat zonder problemen door het raam in het voertuig. Heeft de pakwerker volledig bij de arm. Zit hier rond, die lost niet, ook al heeft hij problemen. Oké, okay, komt erdoor. Je ziet dat de hond lost niet, ook al laat de geleider de lijn los. Dus zonder problemen. Wel last van een zonneslag, denk ik. Dat is wel mijn en op mijn chef. Ja, dat is mijn probleem niet. Dat was mijn wel. Ah ja, ik wil er straks nog meer voelen. Je zag nog mee uit. Ondergeleider, kom mij hond af. Kom naar beneden, meneer. Nieuwe de volledige sommaties. Laatste bewerking, kom naar beneden, de hond wordt gestuurd. Ingaan op simulaties, gewoon onmiddellijk om het voertuig zonder problemen. Gaat van het voertuig. De hond lost helemaal niet. Hier als hij vast heeft, blijft hij vasthouden. Wanneer dat de pakwerker het bevel heeft om te lossen. En onmiddellijk los. Prachtig gewerkt. En onmiddellijk verwittigen vanuit de koest. Of kom nog een keer af. Sorry,
zijn we ook gaan. Dat was collega. Graag, meneer. Voilà. Meer is een beetje. Klein misverstand. Nu, waarom ben ik tussen gekomen? Die speaker die er staat, dat is een burger. Ja? Als die hond er naartoe loopt en die gaat die bijten, heeft hij gelijk. Verstaat u me wat ik wil zeggen? Dus uiteindelijk heb ik gezegd, zet u recht op recht, want die hond vertrok in rechte lijn op hem. Ik heb dat onderbroken, ik heb die hond laten bijten uiteraard. Maar nu moet hij ze dan onderbroken doen, terwijl die dingen niet staat. Hij moet er voorbij doen. Dus nogmaals, Ferro, samen met Tol. Dus je ziet, de hond gaat niet door. Je keert onmiddellijk terug. Prachtig gewerkt. Sommaties. Ja. Nee, kom op! Kom hier! Je ziet op het laatste moment, keert hij toch terug. Prachtig gewerkt. Van Kondo samen met Chiara. Hey, dat doe ik wel roepen bij.